er gebeurt niets aan. Het tegendeel gaat gebeuren. Er worden nog meer wapens verkocht. Ja, omdat mensen denken van we moeten ons maar beveiligen, dus laten we maar wapen. Ja, het is een rond, het is een soort van vicieuze cirkel ontstaat op deze manier. Er zijn schietpartijen. Hoe kun je het beste bewapenen tegen schietpartijen? Doordat je zelf ook, of je dan ook dagelijks een AR-15 mee moet slepen over straat, weet ik niet. Maar er zijn al diverse staten waar je dus gewoon in het openbaar en zichtbaar een vuurwapen mag dragen. Het van Rossum, kunt u mij horen? Heb je dat meegekregen van die shootings in Amerika? Ja, dat heb ik natuurlijk meegekregen. Dat is vrij dramatisch. Of vrij dramatisch, dat is zeer dramatisch. Vooral als je die plaatjes van die kinderen erbij ziet, dan is het extra dramatisch. En dan wordt het nog dramatischer, omdat je absoluut zeker weet dat ze er geen ene kloot aan gaan doen. 0,0. Integendeel, shootings leiden meestal tot een snelle toename van de wapenverkoop in de Verenigde Staten. Het land is op dit punt totaal ontspoord. Daar is ook naar mijn idee eigenlijk op korte termijn totaal niets aan te doen. En dan meen ik echt een korte termijn van decennia. Er zijn in het land zo'n, niemand die het precies weet, tussen de 300 en 400 miljoen vuurwapens in omloop. En dat zijn dan geloof ik nog handvuurwapens. En dan hebben we nog al die andere rommel. Deze jongen deed dat weer met zo'n AR-15. Dat zijn echt, militaire snelvuurgeweren. Moet je die dingen noemen, automatische wapens in feite, daar kun je de meest verschrikkelijke ellende mee aanrichten. En dan krijgen we het bekende hypocriete gezeik in de Verenigde Staten. Wat erg, wat moeten we hier aan doen? Er zit maar één ding op en dat is dat we ook de docenten met vuurwapens uitrusten, zodat ze meteen kunnen, dit werk. En dan vervolgens gebeurt er niks. En er gaat ook niks gebeuren. Tegendeel, er gaat helemaal niets gebeuren. Dat is in Amerika echt niet waar. Jammeren en zeiken en zeuren, daar zijn ze fantastisch in op de tv. Er is ook vorige keer niets gebeurd. Toen zat er ook een president die dat dolgraag wilde. En ja, dat wordt allemaal geblokkeerd door de vuurwapenlobby. En door, dat moet je erbij zeggen, de volstrekte vuurwapenobsessie van een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking. Het zit in de cultuur daar, hè? Ja, en zeker in Dat wonderbaarlijke idee dat je je dus goed kunt verdedigen als je zelf een vuurwapen hebt. Uit alle onderzoek blijkt dat dat niet zo is. En dat er met die vuurwapens veel ongelukken gebeuren. Aan de lopende band schieten kleuters hun ouders dood. Hun dingen waren niet gezekerd. Waren ermee aan het spelen. Ze zien het natuurlijk ook waarschijnlijk om zich heen. En ongelukken aan de lopende band. Ik heb nog eens met zo'n houte methode van die gunlobby gesproken. En zei ja, als de Nederlanders maar vuurwapens hadden gehad in mei 40, dan hadden we die Duitsers makkelijk tegen kunnen houden. Dit soort van, ik heb die man eens uitgelegd hoe het zat met militaire vuurkracht enzovoort. Hij was niet tot reden te brengen. Nogmaals, dit is een probleem, dat slepen ze met zich mee. Er zullen ook in de naaste toekomst voortdurend shootings zijn waarbij tientallen mensen om het leven komen. Het kunnen kinderen zijn, het kunnen nachtclubbezoekers zijn, het kan van alles en nog wat zijn. Altijd hetzelfde hypocriete gezeik van Amerikaanse politici. Er gebeurt niets. Amerika is een ziek en ontspoord land. Hoe kan het dat ze niks doen? Want ze reageren wel allemaal heel erg verontwaardigd en emotioneel. En we moeten nu iets gaan doen. Ja, zeker. Die zijn er ook natuurlijk. Denk aan die trainer die een verontwaardigd verhaal hield. Maar de gunlobby is prima georganiseerd. Dik gefinancierd. En vindt een misschien niet een meerderheid van de bevolking. Maar een zeer ruime minderheid van de bevolking. Die is het er 100% mee eens. Ja. En het is inderdaad wat jij zegt, als je in Texas woont, dan word je als kind ook groeien op met het idee een wapen, dat is veilig. Ja. Dus het gaat ook van generatie op generatie door. Mensen die meerdere wapens in huis hebben. Ja. En natuurlijk, ik heb ooit zo'n gunshop bezocht. Dan zie je hele grote winkel, een soort warenhuis van vernietigingsdrang, om het zo maar te zeggen. En daar was ook een schietbaan bij. En daar zie je dan, allemaal mannen, iets te dikke mannen meestal, van middelbare leeftijd. En die staan daar met die AR-15's en M16's en wat het ook zijn. Staan ze te knallen en je ziet dat ze volledig geobsedeerd worden door dat schieten. Ja.
Toen heb ik dus ook geschoten. Ja. Een heel licht wapentje overigens. Maar ja, het is voor velen onbegrijpelijk. Er zijn natuurlijk uitgebreide ervaringen met landen die wel gezegd hebben, we moeten daar iets aan doen. Australië bijvoorbeeld, in Engeland toch geloof ik ook vrij effectief. Maar in Amerika gaat dat niet gebeuren. Er is ook een wapenbeurs. Zo goed als er in Amerika vrijwel niets gaat gebeuren wat verstandig is. Nee, dat heb je duidelijk aangegeven, ja. Maar die wapenbeurs gaat ook gewoon door, hè? Ondanks de shooters. Ja, en dan heb je natuurlijk de clandestine verkoop. Want er zijn ook een soort van op kermissen en dat soort van gelegenheden kun je meestal ook volledig ongecontroleerd en zonder nadige je te hoeven identificeren kun je vuurwapens kopen. Hmm. Waar komt dit nou vandaan, dat ze dit zo normaal vinden? Ja, dat is op zichzelf relatief recent. Dat is veel recenter dan iedereen denkt. Het is zogenaamd gebaseerd op het tweede artikel van het tweede amendement van de grondwet. En dat gaat overigens over well-armed militia's en niet over individuen. Die interpretatie is natuurlijk door rechtse, hoge rechtshoven gegeven van het tweede amendement. Maar dat is een volkomen onjuiste interpretatie van dat grondwetsartikel. En bij mijn weten is dit ontstaan. Ik vermoed dat alles in Amerika is gerelateerd aan zwart en wit. En aan de angsten, de wonderlijke psychotische angsten van de witten voor de zwarten. En het gruwelijke, de gruwelijke manier waarop ze die behandeld hebben. Ze zijn vrij geworden door de burgeroorlog, maar daarna hebben ze het nog eens een keer voor een eeuw zo georganiseerd dat de zwarten in feite een systematisch gediscrimineerd leven moesten leiden. En die angst zit er diep in. Ja, laat ik een ander verhaal vertellen. Veel Amerikaanse zwembaden, die zijn dichtgegooid. Die bestaan niet meer. En waarom zijn ze dichtgegooid? Omdat vanwege de nieuwe civil rights wetgeving ook zwarte toegang moest worden gegeven tot die zwembaden. Waar ze dus zwart en wit konden daar dan allebei zwemmen. En dan gooi je de witte ze liever dicht dan ze open te stellen ook voor de zwarte. Dat is eigenlijk in de kern, hier heb je alles. Een totaal onbenullige zaak. Hier heb je alles bij elkaar. Niet waar, wat Amerika. Het is een gezwel. Het is een immense zwier in een samenleving waar ze niets aan gedaan hebben. Waar ze nog steeds mee worstelen. De angst voor het idee van de zwarte krijgen alles en wij krijgen niks. Het is een beetje. We hebben onze eigen zwarte, dat zijn immigranten in het algemeen, die ook vaak uit andere culturen stammen. In Amerika is 13% van de bevolking zwart. Dit was ook voornamelijk een Latino schooltje, begreep ik eigenlijk. Nogmaals, er gaat niets aan veranderen. Nee, dan toch nog even over dat wetsartikel. In feite wordt Amerika, dat hebben we al eerder besproken, wordt Amerika natuurlijk gegijzeld door een systeem, een politiek systeem, wat volstrekt ondemocratisch functioneert. Ja. Maar dat wetsartikel toch nog eventjes, hè? Wat staat er dan precies in? Dat het noodzakelijk is dat er dat er wapens zijn voor een well-armed militia. Er staat militia. Er staat niet individual Americans of zo, die moeten goed bewapend zijn. Nee, dat was het idee niet. Het was het idee dat de jonge republiek in principe door een soort burgermilities verdedigd zou kunnen worden. In het geval dat er iets niet goed ging. Wel even het raam openzetten. Het is een broeikas, hè? Ja, dus, oh. Die zoninstraling, dat is toch wel vrij buiten. Buiten dekje, het is frisjes. Wil je de linkerkant ook open? Dan waait het lekker door. Zo is prima, denk ik. Zo, doe die ook, zo. Ja, je zou kunnen zeggen, het is allemaal te herleiden tot een geboortedefect van de republiek. Namelijk, hoe is het ook alweer? Iedereen was vrij. Happiness, the pursuit of happiness. Alleen de zwarten waren niet vrij. Nou ja, dat heeft de burgeroorlog gekost om ze juridisch te bevrijden. Laten we zeggen, om het ook grondwettelijk dezelfde rechten te geven. En vervolgens hebben ze alle zeilen bijgezet om ze die rechten weer af te pakken. En hebben we een omvangrijke civil rights strijd gehad vanaf, nou ja, zeg maar de late jaren 40, versneld in de jaren 50 en 60. En daarin is de emancipatie van de zwarte deels wel gerealiseerd, maar voor een groot deel niet gerealiseerd. En nou, de achterstanden zijn nog steeds enorm groot en dat valt allemaal te herleiden. Life, liberty and the pursuit of happiness, daar ging het om
Iedereen had life, liberty en the pursuit of happiness. Ja. Behalve de slaven. Maar toch triest. Altijd een substantieel deel van de bevolking, zeker toen. Dat is nu 13% van de bevolking en dat probleem hebben ze nooit opgelost. Ja, maar dan heeft ook Barack Obama, dat was allemaal symboliek dat hij de eerste zwarte president was. Hij heeft niet heel veel kunnen oplossen. Nou, of het alleen maar symboliek is, dat is nou weer een stap te ver, denk ik. Het was op zichzelf een hoopgevend signaal, laten we het zo zeggen. Dat had aanzienlijke symbolische waarde. En je zou kunnen zeggen dat het feit dat hij door Trump is opgevolgd, namelijk een man van het etnonationalisme, niet waar, van blanke, christelijke Amerikanen, die altijd zitten te zeiken dat het Amerika terug moet naar zoals het in de jaren 50 was, toen zij vanzelfsprekend de baas waren en niet waar dat er niets aan de hand leek te zijn. En nou ja, deze groep, mits goed georganiseerd en goed gefinancierd, en dat zijn ze in allerlei opzichten, het politieke systeem biedt ze alle denkbare mogelijkheden voor sabotage. Neem bijvoorbeeld de gunlobby. Dat is een systeem wat georganiseerd is voor effectieve lobby's, zou je kunnen zeggen. En die hebben Trump natuurlijk op het zadel, op het kussen geheven. Die heeft de verkiezingen wel verloren. Maar het is zo'n krankjoren politiek systeem dat hij toch de president is geworden. En de kansen zijn aanzienlijk dat dat weer gaat gebeuren. Ook voor Biden, niet waar, die vrij ruim gewonnen heeft bij de verkiezingen. Als in een aantal staten, zegt Pennsylvania, Michigan, misschien Wisconsin, enkele tienduizenden mensen anders hadden gestemd, dan was Trump het weer geworden. Hmm. En dat is, nou nogmaals, dat die staat voor dat idee van blanke, christelijke Amerikanen, dat ze bezig zijn hun vaderland, zoals zij het kenden, zoals zij het graag zien, weg met die zwarte, die willen we helemaal niet zien. Nou ja, de werkstad, dat is dan tot daar aan toe. Die zijn politiek nog, juist omdat ze zo bang zijn om hun dominante positie te verliezen, zullen ze nog een hele tijd een bepalende rol spelen in het Amerikaanse systeem. Ja, Trump was ook bij en die ook die lobby, dat gungedoe, dat komt van precies dezelfde groepen. Je kunt ook lid worden van verenigingen, kun je elk weekend met zware mitrailleurs gaan schieten. Happiness is a warm gun. Het is een soort van hobby daar. Ja, dat is het. Wij gaan naar het voetbal, zij gaan naar de schietclub. Nou, dat kan, ja. Dat kun je, ja. Ze gaan ook wel naar het voetbal. Maar ja, meer merkend, voetbal is zo strontvervelend dat je vanzelf wel naar een andere hobby op zoek gaat natuurlijk. Ja. Het is ook zo raar dat die Amerikaanse sporten zo stom vervelend zijn. Ja. Ik wilde nog zeggen, Trump was ook inderdaad bij die wapenbeurs, heeft hij zich laten zien. Wat natuurlijk strategisch natuurlijk ook weer allemaal bedacht is. Ja, hoewel zijn kandidaten bij de diverse voorverkiezingen, die hebben wel verloren op een aantal punten. Hm. Dus zijn almacht blijkt iets minder groot te zijn dan iedereen dacht. Ja. Biden moet natuurlijk wel antwoorden. Hè? Je kunt wel zeggen, en hij zal ook wel weten, dat heeft geen zin, maar hij zal natuurlijk iets moeten doen. Ja, die komt natuurlijk weer met die, kijk, nou, hey, God, hoe heet het? Obama was toen met die schietpartij in Connecticut, was dat geloof ik, hè? Waar nog meer kinderen doodgeschoten zijn. Ook allemaal overigens door ontspoorde jonge mannen, gepeste jonge mannen, eenzame jonge mannen. Jonge mannen met ernstige psychische problemen. Deze jonge man had weer een moeder die aan de drugs was en opgevoed door zijn oma, die en passant ook neergeschoten heeft. Ja, wat moet je daaraan doen? Kun je alle gestoorde jonge mannen van de straat halen? Dat zit er niet in. Maar die zou misschien zou het iets beter opgelet kunnen worden. Of dat de geestelijke gezondheidszorg daarvoor iets. Nou ja, maar dit is allemaal een slaphoop, hoopvol gelul. Mijnerzijds, er gebeurt niets aan. Het tegendeel gaat gebeuren. Er worden nog meer wapens verkocht. Ja, omdat mensen denken van we moeten ons maar beveiligen, dus laten we maar. Ja, of dat het is een rond. Het is een soort van vicieuze cirkel ontstaat op deze manier. Er zijn schietpartijen. Hoe kun je het beste bewapenen tegen schietpartijen? Doordat je zelf ook, of je dan ook dagelijks een AR-15 mee moet slepen over straat, weet ik niet. Maar er zijn al diverse staten waar je dus gewoon in het openbaar en zichtbaar een vuurwapen mag dragen. Ja. Het is een verschrikkelijk land in allerlei opzichten. Ja. Het is een land waarmee we grondig meelij moeten hebben. Dat je zoveel zulke mogelijkheden beschikt. En dat je het zo godvergeten ziek georganiseerd hebt als Amerika. Dat is droevig. Dat is echt heel erg droevig. Want de meerderheid van Amerikanen is helemaal niet gek. Het is nou juist het feit dat ze
in zekere zin geterroriseerd worden door een angstige minderheid. Ja. Een hele grote minderheid, maar desalniettemin een minderheid. Maar dit wat jij zegt met die wapens geldt voor mensen die wonen in het midden van het land. Niet toch aan in New York. Daar heb je dit soort dingen ja, misschien... Nee, mijn familie in Boston die heeft geen idee. Maar ik heb ook familie in Columbus, Ohio. En mijn neef daar die heeft wel degelijk vuurwapens in huis. Oké. Dus het geldt niet alleen voor mensen op het platteland. Dit is in de stad ook normaal. Nou, normaal, dat is een groot woord. Ik denk dat het vuurwapen bezit, dat weet ik overigens niet, in Manhattan. Nou ja, en kijk, wie schieten de meeste zwarte mensen dood? Mannen meestal, zwarte mannen, andere zwarte mannen. Omdat natuurlijk die ghetto-structuur en de hele wereld die daar bestaat, die is ook enorm gewelddadig. En natuurlijk het aantal vuurwapendoden in Amerika is enorm. Je kunt wel zeggen, het lijkt een beetje op Mexico. Daar wordt ook een soort permanente, onzichtbare soort van burgeroorlog gevoerd. Die waarop de overheid de greep totaal verloren heeft. Ja. Idem dito met de vuurwapens in de Verenigde Staten. Maar kun je gewoon, net zoals hier naar de Kruidvat, gaat daar naar de winkel en een pistool kopen? Ja, maar dat kan hier in Utrecht ook hoor. Oh ja? Van, ja, dat heb ik nooit verteld. Je hebt dat een keer gedaan, ja, maar ik weet niet meer hoe, in een taxi toch? Ik heb het al op tv verteld. In een taxi, denk ik. Jij stond last steeds in de krant. Dat je als je maar je best deed, kon je hier moeiteloos aan een vuurwapen komen. Dus ik denk, nou ja, dat moet ik eens testen. Ja, als de journalistiek het niet doet, dan doe ik het wel. Dus ik zei zo, ik rijd van het Centraal Station hier naar de Frans Halstraat. En ik zei zo te lopen, zeg ik, ik zoek een pistool. Nou, dat was helemaal geen probleem. Hij verblikte niet en hij verbloot. Hij zei niet van u en zo. Of van, wat moet zo'n oude man ermee? Nou, oud, het is wel 20 jaar geleden of zo. Nee, hij zou mij een telefoonnummer geven van een café. En dan moest ik bellen en dan kon het geregeld worden. Toen heb ik nog gevraagd, wat zijn zo de prijzen? Nou ja, het was hartstikke duur. Toen zei ik nog, nou zijn in België een stuk goedkoper. Dat kun je ze gewoon kopen. In Oostenrijk kun je ze ook gewoon kopen. Wat waren de prijzen dan hier? Nou, het liep in honderden guldens, want het is nog de gulden tijd. Ik dacht zo'n Saturday Night Special, dat moet toch niet zo verschrikkelijk veel. Ik wil maar zeggen, hij zei niet van, nou wacht even, daar doe ik niet aan. Of als u nog een vraag stelt, bel ik de politie. Nee, helemaal niet. Hij vond het heel normaal. Ja. Misschien kunnen studenten die in Utrecht wonen dit nog eens een keer testen of dit nu nog zo is. Ja, dat kunnen ze eventueel doen. Ik denk dat dat nog zo is. Als je een beetje je best doet en misschien dat je af en toe één keer je neus stoot, maar dan ben ik ervan overtuigd dat ook in Nederland zijn vuurwapens in omloop. Ja, maar oké, maar goed, dit is wel het illegale circuit in Nederland waar we het over hebben. Ja, maar je ziet dat illegale circuit, dat is betrekkelijk makkelijk bereikbaar. Ja, dat geldt voor drugs natuurlijk ook, maar wat ik maar wil zeggen, in Amerika is het legale ja, wapen te kopen, toch? De drugs hoef je maar, als je telefoonnummer hebt, hoef je met de bellen staan en binnen een kwartier. Hoho! Ik heb mijn water omgegooid van de opwinding. Oh, nou, er zit nog veel in de flesje. Op een regenjas, dat scheelt. Ja. Ja, daarom ligt hij daar natuurlijk. Ja. Maar in Amerika is het dus legaal om een wapen in de winkel te kopen? Ja, zeker. Okay. Volgens mij in Oostenrijk ook. Je hebt een wapenvergunning nodig. In Nederland kun je ook een wapenvergunning aanvragen. Als je een briefje naar de politie stuurt dat je bedreigd wordt. Op enige wijze of dat je denkt dat ik misschien levensgevaarlijk ben nu ik dit verhaal verteld heb. Dan kun je in principe een wapenvergunning krijgen. Die jongen in Al van der Rijn had een wapenvergunning, als je dat nog herinnert. Ja, maar dat is natuurlijk dan wel ter zelfverdediging, niet om iemand dood te schieten. Dus dan mag ik jou in je been schieten. Die jongen had ernstige psychische problemen. Die heeft gewoon een wapenvergunning gekregen. Ja. Er wordt later gezegd, ja, de politie was onzorgvuldig. Of ze hadden tijdnood, of weet ik. Ze hebben altijd wel een of ander klote smoesje natuurlijk klaar liggen. Maar goed, hij had een wapenvergunning. Ja. Dus die kun je ook krijgen. Dan moet je lid worden van een schietvereniging. Ik had een oom, ja, ik noemde mijn oom goede kennis van mijn vader. Niet alleen bezat hij in de duistere jaren 50 een Citroën DS. Maar, en ik mocht een eindje meerijden en ik opende het vakje, het handschoenenkastje. Vakje heet dat geloof ik. En daar lag een pistool in. Hij was directeur van een drankfabriek. En ja, maar in kerk had hij ook een vergunning. En dan lag dat pistool, deed gauw weer dicht het vakje. Ja. Ja, ik zit te denken, zou er dan nog een link zijn tussen al die schietspellen die natuurlijk gespeeld worden? Nou kijk, er is in Nederland geen gun culture. He, iedereen vindt, ja, wij vinden vuurwapens eng. Mijn neef en nicht in Boston vinden vuurwapens ook eng. Vuurwapens zijn eng. Het is niet anders.
Ja, maar we zitten wel de hele dag op de computer die schietspellen te doen. Dat vind ik ook bijzonder betreurenswaardig. Ik heb helemaal niets met die gewelddadige gaming. Ik vind dat diep, diep treurig. Maar in de ziel van de man, en zeker in de ziel van de eenzame man, de geplaagde man, de man die onzeker van zichzelf is, gaan ze maar door. Ja, is dat niets fijner natuurlijk dan op het scherm in full color aan de lopende band mensen dood te schieten. Ja. Vooral omdat jij geen benul hebt van wat het betekent om mensen dood te schieten. Maar goed, als dat een uitlaatklep is en je doet het niet in het echt, dan kun je je afvragen, is daar iets mis mee? Ja, is een uitlaatklep, ja. Het is toch de verheerlijking van vuurwapengeweld, niks anders dan dat. Ja. Ik heb wel eens iemand gehoord die zegt, ik luister naar deze podcast, ondertussen zit ik een schietspel te doen. Ah, nou, dan zou ik zeggen, als u nu weer luistert en u zit uw schietspel te doen, zou ik zeggen, zet het nog eens even uit. Ik zou het wel op prijs stellen dat het schitterende en kalme ritme van mijn stem niet op de achtergrond van die pafferij van u te horen is. Ja, ja. Nee, ik vind dat heel droevig. Nou ja, wat vroeger ging natuurlijk een aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking in dienst. En dan leerde je nou helemaal schieten. Misschien toetertijd nog met geweer uit de Victoriaanse tijd, maar later natuurlijk met de Uzi. Ja, denk aan onze populaire cultuur. Denk aan al die misdaadfilms. Al die drugsfilms. Ja. Ja, iedereen weet hoe een AK-47 ja. eruit ziet. Je kunt je afvragen, is daar iets? Het is zelfverdediging. Als je het goed gebruikt, is er niets mis mee. Je hebt helemaal geen zelfverdediging nodig. Je moet aan met je zorgen dat je niet op plekken komt waar een dergelijke zelfverdediging noodzakelijk is. Ja, je kunt ook in Utrecht, als je zegt van ik wil stom bezopen gaan knokken, dan kan dat volgens mij elk weekend. Maar dat is vrij stom. En als er dan eventueel iemand een mes gebruikt, nou ja, je weet dat er is een hele rapcultuur waarin het mes een prominente rol speelt, heb ik in de krant gelezen. Ja, maar goed, stel je woont in Amerika en het is daar normaal, hè, om zo'n geweer te hebben en je moet jezelf verdedigen. Ja, dan ben je niet een buurman die zegt, ik doe niet mee. Ik vind dat onzin. Kun je maar beter wel doen. Ja, dat kun je maar goed. Omdat op allerlei momenten blijkt dat veel mensen zijn doodgeschoten met hun eigen vuurwapen. Ja, oké, dus dat voorbeeld van ze hebben geen ervaring, ze hebben geen schietervaring. En ze laten zich het vuurwapen afpakken. Of hun kinderen misbruiken het. Dus nee, het hele idee dat je met een vuurwapen veilig bent. Integendeel, de statistiek leert je dat je met een vuurwapen onveiliger bent. Ja. Dan kom ik dan toch maar weer eventjes terug op educatie. Zou het helpen om op scholen hier goede voorlichting over te geven? Nee, doe het niet. Geef geen voorlichting. Maak het niet interessanter dan het is. Maak het niet belangrijker dan het is. De kans dat in Nederland een 12-jarige naar R15 van dichtbij heeft gezien is 0,0. Dus ik zou zeggen, besteed er geen aandacht aan als het geen maatschappelijk probleem is zoals in Nederland. Nee, niet in Nederland. Ik bedoel in Amerika. Oh, in Amerika. Ja, in Amerika bescholen. Ik begreep uit een krantartikel, ik weet niet waar ik het gelezen heb, geloof de New York Times. Kan ook de Economist zijn geweest, dat op de peuterschool van de schrijver van het stuk. Daar werd al op 2-jarige leeftijd begonnen met vuurwapenvoorlichting. Dus jouw. Maar goed, denk je dat als je die kinderen al vanaf 2 wil duidelijk maken hoe vanzelfsprekend het is dat ze ooit in hun leven betrokken zullen raken bij een massale schietpartij. Ja, ik weet niet of dat zo geweldig is. We hadden het al eens eerder over dat als je tegen jongetjes zegt dat homofilie, dat is helemaal niet erg, dat is volkomen normaal, dan moeten we niet moeilijk doen. Dan weet je zeker dat bij jongetjes gewoon geen kloot helpt. Nee, dan moet je een rolmodel hebben, zoals die voetballer laatst. Ja, dat in de voetbal wordt er zo hoog van opgegeven als er dan één uit de kast komt, dat je eigenlijk automatisch weet hoe mis die wereld eigenlijk in elkaar steekt. Hè? Als dat 1 voetballer per jaar is, hoeveel voetballers zijn er in West-Europa? Dat moeten er 100.000 zijn. Dan is dat natuurlijk wel een verdacht verschijnsel dat die ene voetballer dan breed gefeteerd wordt, uitgebreid geïnterviewd. Hoe is het mogelijk dat? Die hele voetbalwereld deugt toch voor geen meter. Feyenoord verliest met 1-0 van de AS Roma, wat iedereen van tevoren kon zien aankomen, dat zou gaan gebeuren. Niet waar? En dan, wat doen ze? Hoe reageren ze erop? Alles kort en klein slaan. Dat was de dag ervoor al, hè? Nou ja, hoe dan ook. Alles kort en klein slaan. Dat is wat de voetballiefhebbers. Maar dat zijn niet alle supporters, dat is een gedeelte van de supporters. Ongetwijfeld, maar wel het dominante deel. Daar kan heel best iets aan gedaan worden, maar er wordt nooit iets aan gedaan.
We hebben het nou toevallig over de ellende van die vuurwapens in de Verenigde Staten. Maar de ellende van voetbalhooligans in Nederland, die is er al decennia. En er is nooit ene kloot serieus aan gedaan. Nee. Het is vaak als je die supporters uit de groep haalt, dan zijn het hele redelijke mensen. Maar in die groep worden een soort van apen. Ja, ik zou zeggen voor veel mensen, misschien moeten we dat doen. Er zijn heel interessante documentaires over bavianengroepen. En daar kun je heel goed zien hoe jonge mannetjes, hoe die ertoe komen om plotseling ook vaak uit het niets tot geweld over te gaan. Hoe dat principe in elkaar zit. Ja. Maar het is toch een misschien triest... kunnen we dat elke week 3 keer uitzenden of zo. Dit stuk? Nee, mij niet. Oh, die bavianen nee, bedoel nee, je? Nee, laten we dat vooral niet doen, want dan... ook op Twitter weer uitgescholden voor alles wat vies en voos is. Ja. Dus. Hey, maar het is toch triest dat er niets aan te doen is daar in Amerika. Ik snap het wel hoor, we lossen het hier het probleem niet op. Maar het is toch triest dat ze niets kunnen doen. Ja. Dat het over een week weer kan gebeuren. Zeker. Het heeft ook vaak een voorbeeldfunctie. Ja, massa's gestoorde jonge mannen. Ja. De wereld is vol met gestoorde jonge mannen. Let in Nederland op met gestoorde jonge mannen. Els Borst is door een gestoorde jonge man vermoord. Die vervolgens zijn zuster vermoord heeft. Ondanks het feit dat de overheid opdracht had gegeven om hem op te sluiten. Wat niet gebeurd was. Nee. Amerika is een tragisch land. Amerika is een land wat ontspoord is. Wat politiek ontspoord is. Het is niet dat onze lieve heer dat georganiseerd heeft. Of dat de vuurwapens als mannen uit de hemel storten. Nee. Dat is georganiseerd. Dat is politiek gefaciliteerd en georganiseerd. Het is een intens droevig en tragisch land geworden. Ja. Dat was vroeger ook niet veel zaaks, maar ja, het is nu eenmaal een heel groot land. En een deel van de Amerikaanse samenleving is helemaal niet van deze richting. Nee, en wij zien het nog maar veel. Maar de politiek is zo georganiseerd dat Amerika gegijzeld kan worden door wat in feite de Great American Heartland is. Ja. En wij hebben het nog vaak als voorbeeld te land, hè, Amerika. Ja, daar zijn we, dacht ik, langzamerhand wel zo'n beetje van af. Hè. Ook dat gezeik dat we ook een districtenstelsel en een president zouden moeten hebben. Bij God zeg, je moet er toch niet aan denken dat Mark Rutte ook nog eens president is. Hè. Het is een verschrikkelijk land in alle opzichten. Hitler zelf heeft zich van het leven beroofd, waarmee ook alle... conservatieve en elitaire krachten in Duitsland in feite tegelijkertijd van het toneel gevaagd worden. Maarten van Rossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.